Wat kan je je ploeg verwijten vanavond? Ja, dat we weer niet scoren. Ja, vorige week precies hetzelfde en vandaag weer. Ja, je krijgt een dot van een kans in de eerste helft. Nick Venema krijgt de bal op een presenteerblaadje van Ahanach. Ja, en dit zijn de momenten waar het op gaat, hè, waarop je moet toeslaan en dat gebeurt keer op keer niet. Ja, helemaal als je uitspeelt bij NAC, dan creëer je niet veel kansen. En als je die dan krijgt, ja, dan moet je gewoon maken. Ja. Jullie zeker niet minder in de eerste helft. En dan in de tweede helft het penalty moment. Hoe heb je dat beleefd? Ja, ik kon het niet zien. Ik denk dat het terecht was, maar dat was zo ver weg. En ik heb het nog niet teruggezien, man. Nee. Ik vind wel dat we in de eerste helft een penalty moeten hebben met een handsbal. Maar dat durft hij niet te geven. Ja. Je had het aan de stok met de scheidsrechter. Hè? Je was duidelijk niet gecharmeerd van de Leidsman. Nee, dat was niet zijn beste wedstrijd, vond ik. Ik zat vaak mis. En dat kreeg ik ook bevestigd door de vierde official en de grensrechter. En dat is gewoon jammer dat zo'n man bepaalde fases van de wedstrijd kan pesten. Ja. Hij floot niet bepaald voor jullie, had ik het idee. Nee, dat niet, nee. Maar dat is wel een speciale avond over zo'n man. Hij moet fluiten voor 19.000 man. En ja, 90? 19.000 man. En ja, misschien dat meespeelt voor zo'n man, dat weet ik niet. Ja, want jij kreeg ook nog de gele kaart, hè? En Scheutjes kreeg ook nog de gele kaart. Wat zei je precies tegen hem? Nee, ik zeg die speler laat ze vallen. Ja, en omdat ik een bepaalde beweging maak, ja, dan vindt hij dat hij geel moet geven. Maar ja, dat zit je als scheidsrechter niet lekker in een wedstrijd. Als je daar gele kaarten gaat uitdelen in mijn ogen, ja, dan ben je niet groot genoeg voor zo'n wedstrijd. Na de 1-0 worden jullie eigenlijk helemaal niet meer gevaarlijk, hè? Ben je dat met me eens? Gedeeltelijk. De ballen vallen een paar keer niet goed op het moment dat we Buijmans en Forsbel erin brengen. Ja, dat is de keuze. Ga je met twee spitsen spelen of ga je meer snelheid aan de zijkant brengen? En hij viel net niet. Had ook net goed kunnen vallen, maar ja, helaas. Onterechte nederlaag? Over de hele wedstrijd gezien wel, ja. NAC heeft niks te vertellen. Tot de 1-0 eigenlijk. En ik zei het vorige week ook. Ik ben trots op die jongens wat ze hier kunnen neerzetten. Uit bij NAC. Dat is geen makkelijke uitwedstrijd. En als je dan ziet hoe we het doen. Tot de 1-0. Ja, dat is gewoon een knap prestatie. Maar uiteindelijk, ja, het gaat om winnen. En dat hebben we weer niet gedaan.